Jack moest erop, weet je wel? Ja, vanaf van die naaldenboom. Nou, ik heb alles nu even ingespoten. Met insectenverwijderaar. Dag! Deze auto nog even schoon te maken. Goedemiddag allemaal, welkom weer op deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 12 juni 2023 en het is bijna 1 uur in de middag. Zoals je dus kan zien, ik heb Ro aan de telefoon en ik sta nu op het punt om namelijk de deur uit te gaan. En ik moet Ro even ophalen, want ik heb een afspraak bij het ziekenhuis. Dus we gaan het meemaken en zien en ik neem jullie gewoon mee. Alleen ik weet niet of ik daar mag en kan filmen, maar dat horen jullie dan later wel. Ja. Ja, het ziekenhuis en het uitzicht. Een mooie skyline. Kijk of ik erbij kan. Hoe laat zou het zijn? Nou, zo laat. Beetje daarin? Een beetje te warm. Te warm, ah, oké. Okay. Ja. Jij? Ja, warm genoeg. Nee, dat wil ik. Dacht ik al. Okay. Daar zijn wij weer. Ja, en bij de bekendste benzinepomp van Den Haag op dit moment. Ja. De bekendste. En de leukste. En de grappigste. Zijn jij de meest linker? Ja, deze. De meest linker, ja. Nee, de. Dat is altijd goed. Ja, ik heb hem wel. Zo. Nou, even gaan we weer even de app even opstarten. En dan pompje nummer 5. Pak jij hem zo even over, dat even Bas zometeen wat beter gaat filmen of zo. Geen idee. Pompje nummer 5. Gewoon even lekker bevestigen. Vind ik leuk. Ja, want anders krijg ik geen korting. Nee, dat willen we wel. Ja. Punt en al. Ja. Daar ging ik laatst ook al mee de fout in, hè. Dan vergeet ik het dopje eraf te halen. Dan wil ik al die tankspuit oppakken. Maar dat gaat nog niet. Nee. Ja, we gaan. Ja. Ik zie bekende mensen. Bekende mensen. Ja, dat is leuk. Nou, ik zit al op en op de 10 euro hoor. En ook alweer bijna op de 15. Ja, 15. En dan ga ik ook alweer naar de 30 zometeen toe. Zeker. Ja, mijn kindje die heeft. Heb je ook aan de zijkant gedaan? Weggehaald aan de zijkant? Aan de zijkant. Dat, en dat vroeg ik al. Zien. Laat schat. Laat het eerst even zien dan. Aan de kijkers. Oh. Kijk uit. Ja. Kijk uit. Ja! Die hebben dus heel vies water. Bah. Maar. Kijk hier. Nog veel viezer. Bah. Zit bah aan je auto. Huh? Zit ba aan je auto? Ja, nee, joh, je meet ba. Het. Ja, ba. Ja. Zo, helemaal goud. Nou, 70. Nou, dat wordt ook, dus ook en ook nou wel 80. Zo, 75 euro's. Netjes. Zit weer vol, weet je? Dat vind ik wel zo fijn.
dat het weer vol zit. Zo, top. Ik ben er weer blij mee. 75 euro en 2 cent. Nee, joepie. Korting krijgen. Moet je kijken hoeveel korting ik krijg. 42 cent. 42 cent, dus nee, dan krijg dus, ik heel scherp. Ja, helemaal top. IJskartje! Wou je nog een beetje van mij? Nee. Niet? Jammer. Ja, wel hoor. Hij houdt heel veel van mij, want anders waren we al lang en breed al gescheiden. Oh. Waarom? Afval scheiden. Hoezo? Peter voelt meer. Ja, ja. Ja, ja. Mooi, Volkswagentje, alleen de kentekenplaat mag wel van, dus. Ik moet daar nog een beetje beter in worden, ja. Oh, neem jij die mee? Helemaal goud. Mijn boodschap, dat is voor jou. Hè? Dat is voor mijn boodschap, dat is voor jou. Ja, is prima. Is helemaal goed. Is helemaal goud. Ga je mee? Ja, check. Gaan we naar binnen. Dus dat, gezellig. Oh, te zien, lekker. Oh, beter als buiten, zeg maar. Echt wel. Hè? Buiten is het warmer dan boven. Ja. Ik snap hem niet helemaal, maar ik zeg maar gewoon ja. Ik snap zoveel dingen wel eens niet. Nee. Precies dat. Dus. Heb je er zin in? Ja, hè? Lekker. Vast wel. Ja, dacht ik al. Nee, nou dan weer. Ja. Ik vind het goed met jou. Ik vind het helemaal goud. Nou, wij gaan naar beneden. Zo, wij gaan weer naar binnen. Naar jou? Jawel. Want je staat er nu toch al op. Ik heb best vrijheid, hè? Alles goed? Nee, ik door niet erop. Ja. Echt wel. En je wil er altijd op? Ik heb best vrijheid. Ja. Maar de koekoek jij. Mafkees. Af en toe is het echt gewoon een mafkees ook. Hola. Yo, jongen. Dus. Ja, dat zijn de mensen die... Oh, lekker hier. Oh, mag ik hier mijn bed neerzetten? Zo. Lekker, man. Kan ik hier wel slapen, hoor. Gewoon lekker cool, zeg maar. Het is zo'n volle bak. Hoop ik. Ik zeg wel eens wat, volle bak. Maar vertrouw er niks aan. Een euro, deze dingetjes, een euro. Het is een euro. Deze niet. Ja. Dit is een euro. 2,5, ja, met de koekoek. En deze 4 euro. Ja. Nou, hier op de poppen zeg. En dit is een euro, nou. Euro. Voor geen goud. Ja, misschien voor jou, maar voor mij niet. Echt niet. Ja, dat is inderdaad jammer, ja, misschien. Misschien in een succesvol broodje van hier of van de Aldi. Jawel, hè? Nou, dan rijden we zo meteen daar nog naartoe. Prima. Want dit is een beetje duurder, zeg maar. Een beetje duurder en minder smaak. We kunnen wel succesvol broodjes testen. Ja, dat is prima. Nemen we van deze dan ook mee nu? Als ze een... Aboe! Nee, gaan we maar niet doen. Okay. Nee, en daarbij, ja. Nee. Je kan wel kijken hoe het eruit ziet. Ja, nou, het ziet er dus zo eruit. Deze heb je altijd, hè? Hè? Roomboter, toch? Ja. Wow, hallo. Hij pakt hem iedere keer wazig. Dat is het vervelendste, irritant. Ja, kijk, dit is weer hola. Dat is beter. Nou, deze koop dus ook altijd, deze. Dan denk ik in dat ik dus net en net dus ook wazig was. Maar dat gaan we zo wel zien in de edit. Ja, dat gaan we vanzelf wel zien.
Dus, en dan ga ik weer achter Ro aan. Was je er ook nog? Gezellig. Toen waren we hier bij de Oldies. Ja, helemaal goed. En ik heb nou eentje lekker vriendin mee. Want dat doe ik 2 dagen mee. Okay. Dus, daarom juist. Ja, maar genade. Het is lekker weer. Ja, we mogen niet klagen. Dus dat ga ik ook niet doen. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik ga nou niet klagen, want het is mooi weer. Dus nee, ik ga niet klagen. Even kijken, als je sausen brood. Ga je serieus zeggen dat ze dat hier niet hebben, Ro? Eentje. Oh nee, hier. Hier heb je er ook een. Ja, maar doe dan gelijk goed. Doe er gelijk nog. Ja, joh. Ja, ik vind het prima. Wil je dat? Ik niet, dan zie jij dat. Ik vraag het aan jou. Je vindt frikadelbroodjes lekker. Dat ben je duur uit. Een kaasbroodje hebben ze ook nog. Ja, nee, een frikadelbroodje. En een kaasbroodje heb je helemaal volle bak. Ja, doe maar. Daar kun je hebben, deze? Een kaasbroodje. Ja, die ja. En ik ben weer... Oh, waarom gaat hij iedere keer wazen? Ik weet niet. Geen idee. Ik snap niet waarom hij wazen wordt. Maakt niet uit. Nee. Die niet. Eentje van boven. Boven. Ja. Precies dat. Helemaal goud. Helemaal goed. Het is hier wel lekker rustig trouwens. Heerlijk. Goed hè? Ja. Wat moet je hebben? Oh, die. Ja. Nou, dan moet je gaan bakken. Die was bij de Jumbo. Uit de winkel, uit de handel gehaald. 50 cent in de aanbieding. Nou, lekker. Oké. Beter. Zo, top. Ja, dat is wel handig dan even gelijk. Ja, dat is aan jou, schat. Dan krijg je 5 cent korting. Dat is geen korting. Anders is het 1,70, toch? Ja. 3,40. Wat jij altijd hebt met die korting dingen, ik snap er geen ene drol van. Maar oké, maakt niet uit. Wij gaan weer eens even kijken wat we nog hier verder kunnen bemachtigen. Schoonmaken hoeft niet, dat kan ik wel zelf. Dat vind ik niet erg. Toch wel? Kan u schoonmaken nog zelf? Maar koken? Komt u maar graag. Maar wel wat ik wil. Ja. Echt, hè? Geen asbestjes. En niet allemaal van dat vlees. Maar hoe gaat het verder met u? Gevallen. Gevallen vrouw. Een gevallen vrouw. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ik sta verdomme op mijn fiets om naar die mevrouw de masseur te gaan. Niet aankomen, Rob. Niet aankomen. Yes. Val ik zo op straat? Nee, ik ben weer gewoon gek. Moet er nog een beetje jodium op? Ja. Ja. Ja? Het zit allemaal te kleven. Even halen, wacht even. Het zit allemaal te kleven. Ja, maar dat vind ik ook niet zo gek, hè, wat je allemaal aan hebt. Mijn genade, je t-shirt? Ja, wel nee. Ja, lekker. Wel nee.
Gewoon inderdaad lekker uit doen. Het is warmte wereld namelijk. Nee joh. Is meneer de pastoor. Oh, het is duidelijk minder hoor. Okay, ik zal even nog wat jongen. Moet ik kijken? Laat me eens eventjes zo kijken. Ja, het is een dentiste geloof ik. Het is een zo, het is lekker soepel ook. Nou, ik vind het behoorlijk hard. Nee. Hij is een heel stuk soepeler. Maar je moet wat meer... Je zweet ook, schat. Leer nou eens, schatje. Mag ik heel even tegen jou zeggen. Hou die blouse nu gewoon uit. Want je trekt zoveel aan. Want je zegt wel iedere keer, het is warmtewerend. Nee, ja, want... Als ik het warm heb, kan ik wat uittrekken. Als ja, maar... Dan kan ik niet meer uittrekken. Nee, maar je kan beter gewoon lekker zo aankleden. Ja, dan zit ik met mijn vel in de zon. Daar kan ik niet tegen. Nee, maar daar kan ik ook niet tegen. Maar... Ja, dan heb ik wat aan. Al die nee, maar ik kan daar ook niet tegen, want ik krijg blauwe plekken. Maar ik heb de schijt aan. Nee, ik wil geen blauwe plekken. Nee, maar ik ben allergisch voor de zon. Dus, en dat weet je ook al jaren. Dus, nou en? Ik gelukkig niet, maar dat geeft niet. Nee. Ik heb alleen last van als het te warm is. Dus boven de 25 graden hoeft het voor mij eigenlijk niet meer. Oké. Okay. 23 graden is een beetje de max. Ja. Boven de 30 graden, dan doe ik liever niks meer. En boven de 40 kunnen we wel opvegen. Oké. Okay. De stok is hier, man. Uw stok is daar. Dat soort dingen vergeten. Oh, ja, schat. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Als het niet zo vrees was, zou ik toch kunnen lachen. Nee, maar dat is dus ouderdom. Dat komt met gebreken, zeg. Sorry. Ja, dankjewel, hè. Dus opbeurende woorden. Van Willem? Vier vingers in de lucht? Willem 4, toch? Als jij dat zegt. Hoe ging dat liedje ook weer? De W van Willem, drie vingers in de lucht. Maar hoe doet hij dat dan? Drie vingers, dat weet ik niet hoe hij doet. Drie vingers in de lucht. Ik doe gewoon vier vingers in de lucht van Willem 4. Toch? De W van Willem, dat zijn meteen vier vingers. Vier vingers in de lucht. W van Willem. Kwam vanmorgen die beste man uit de beeld, die boom te zagen. Hè? Zagen? Die zag moest eraf, weet je wel? Ja, van die naaldenboom. Straks kijken. Kijk nou straks. Eigenwijs. Dan gaat het nou toch lopen. Nee, ik loop al. Nee, maar de jodium en die gaat over je rug heen lopen. Ja, jammer. Dus die man kwam en ik wilde net naar die mevrouw de fysiotherapie gaan. Dus ik was al een beetje geïrriteerd op mijn manier. Ja. Dat ik dat me even gade kon slaan. Ik ben niet zo erg nieuwsgierig, maar toch wel een klein beetje. En? Wat blinkt? Gaat niet door. Oké. Okay. Waarom gaat niet door? Er zit een vogel en een nest en dus die vogel zit daar te broeden. Ja, en dan mag het niet. En dat mag niet. Nee, dat klopt. Zij weer weg. Vind je dat leuk, hè? Waarom vind je dat leuk? Vertel. Leuk. Vertel. Ik heb het nooit gesignaleerd, hoor. Maar waarom vind je dat leuk dan, schat? Als de vogel zit te broeden, dan moet je aan die boom afblijven. Ja. Ik weet niet waar die zit, hoor. Ik ook niet, maar dat weet ik niet. Mag niet aan die tak zitten. Maar de kijkersvraag. Komen ze er helemaal uit het beeld om hier even een vogeltje ervan? Een vogeltje van? Ja, maar er is dus van het file nieuws... gebruiken ze een aantal termen om de filelengte aan te duiden, om een beetje afwisseling te krijgen. Zes? Oké. Okay. Ja, zes. Maar kijk, ga verder. Nou, dan staat er ook met pech, of er is een rijstrook afgesloten en dit en dat. En dan zeggen ze, nou, er is zoveel minuten vertraging. En het volgende is, op de andere weg is er zoveel minuten tijdverlies.
En hoeveel woorden zijn er nog meer? Ja, vier. Weten ze dat? Weet ik niet. Unbreakable. Dus dat zijn twee voorbeelden van meer. Ja, dus... Hoeveel termen kan je bedenken om een filelengte aan te duiden? Hoeveel minuten vertraging, oponthoud, noem maar op. Zeg het eens. Ja, precies. Antwoorden in de comments. Hoe zei je dat? In de? In de comments, de commentaar. De comments, oké. Ja, precies dat. Ja, ik weet niet of ik nou heel goed te zien ben, maar dat zie ik dan wel weer. Maar ik ben dus mijn zonnebril kwijt. En van de week zat ik hier achter met een paar buren. Ja. En ik vroeg net aan mijn buurvrouwtje van, had ik mijn zonnebril op? Ja, zegt ze. Ik ben even aan het kijken nu. Of ik inderdaad hier namelijk mijn zonnebril heb. Achter misschien. En anders moet ik eventjes mijn dingetje helemaal lopen. Ook dus heb gelopen, zeg maar. Ja. We zaten hier dus. Ergens hier. Leuk. Ja, mijn zonnebril ligt er nog. Jee, mijn zonnebril. Yes. Ik heb hem gevonden. Ja. Top. Yes. En nog niet eens kapot, hè? Ik heb hem gewind. Ik heb hem gevonden. Ha. Ja. Kijk. Karen heeft de zonnebril weer. Beter, hè? Hij heeft dus gewoon dik 2 dagen hier gelegen. Lekker. En dan top. Daar ben ik weer blij mee. Echt wel. Man, het is warm. Heerlijk. Maar dat maakt niet uit. Maar ik heb mijn zonnebril weer. Kan ik ook gewoon even zo bellen dat ik mijn zonnebril weer heb. Nou, de vogel, de meeuwen, die vinden mijn auto wel weer eens een keer leuk. En ik had zoiets van, nou, ik ga het wel schoonmaken als onze zon weg is. Maar moet eens kijken. Dat ga ik even nu even dus schoonmaken, want het ziet er niet uit. Moet eens kijken. Het is gewoon vies, zeg maar. En het is echt gewoon niet waar ik tegen kan. Echt, mijn hele auto zit vol. Zeg maar. Dus ik heb nou een emmertje met water, met azijn. Dus ik ga hem lekker schoonmaken. Zeker. Daar is ik al. Misschien moet ik morgen weer schoonmaken. Maar ik ga het nu eventjes lekker op de hand doen. Het gaat helemaal prima. Oh, dat is echt erg, hè? Kijk dan. Oh. Ik heb erg serieus gewoon weer scheid aan mijn auto, hè? Hoe dan? Ja, hoe dan? Kijk dan. En wat vergeet ik? Mijn autosleutels. Dus ik mag weer even naar boven toe. Ja, doe ik dat. Ga ik eerst even naar boven en dan ga ik even mijn sleutels pakken. Ik kan deze kamer even in de auto. Nou, ik heb alles nu even ingespoten. Met insectenverwijderaar. Ja. Dus ja, dus nu ga ik het even schoonmaken. Alles ingespoten. Helemaal leuk. Top. Nat. Maar kijk, daar is ik. Ik heb een spons en ik ga schoonmaken. Dag! Nou, daar gaat hij. En naar zijn werk, hoor. Arme jongen. Maar ja, even een update over mijn auto. Kijk eens. Ziet er weer blingy uit. Jojo. Beter als wat net was, zeg maar. Echt wel. Kijk dan. Heel stuk beter. En vooral de vooruit, hè. Kijk dan. Hij is weer beter. En nou even proberen deze auto nog even schoon te maken. Ja, voor de buurman. En dat is ook goed toevallig een Seat. Nou, jullie zien deze nog. En jullie zien dit nog. Nou, dat zien jullie dus zometeen dus niet meer, hè? Mijn auto had ik dus al laten zien en dat hij weer lekker mooi blingy is. Maar ik heb dus ook de auto van de buurman gedaan. Kijk. Tjaka, hij is weer schoon. Hij is schoon van de buurman. Ja, dus 2 Seats bij elkaar zijn weer schoon. Ja, die en deze. Hij zag echt niet uit, maar dat weten jullie. Maar die auto is dus ook weer mooi schoon.
En nou is het dus namelijk schemerig. Jullie weten dat ik dus een paarse auto heb. Maar hij verkleurt ook echt gewoon, hè? Waar je gewoon bij staat. Want daar. Ik zal even kijken of ik hem wat donkerder kan maken. Kijk. Zo zie ik het dus ook. Zeg maar, het is nou avondlicht. Moet je kijken dat hij gewoon verkleurt, hè? Het lijkt dus nou daarachter helemaal dat hij gewoon zwart is. Zo mooi. Ja. Kijk eens. Hij verkleurt gewoon, hoor. Echt. Kijk. Oh, dan zien jullie mij lopen. Hey, hoe toevallig. Nou, en zo zien dus mensen en mijn auto, zeg maar. Dat hij dus echt gewoon verkleurt waar je bij staat. Ik ga lekker slapen en ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Dus zo ja, ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, doe het belletje aan. En anders doe even het hele riedeltje, even ook even reageren. Ja, en dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.